Goed, een hele goede morgen allemaal, ben ik te verstaan. Ik heb vaker sessies gegeven op de Holink, maar nooit in deze mooie grote zaal. Dus het is voor mij ook even wennen en omschakelen. En van de organisatie begreep ik zojuist dat er normaal altijd een dagvoorzittertje is per sessie, een aankondiger. Die was er voor deze sessie ook niet, dus ik krijg de eer om mezelf te mogen aankondigen. Laat ik vooral even beginnen met het aankondigen van mijn team. Ik doe deze presentatie samen met Pieter Rotteveel en met Theo Bakker, die jullie achter in de zaal zien staan, bij de techniek. Hij is niet zozeer van de techniek, maar die introductie komt verder later. Het is niet zozeer dat ik deze presentatie met deze heren geef, maar het is meer dat wij met z'n drieën en met onze collega Kees van Gent, die hier ook op de Syslink rondloopt, het hele traject van meten en sturen van de studentendienstverlening voorbereiden. Even praktisch, moet ik zelf doorklikken of hoe werkt dat? Daar komt ie. Meten en sturen van de studentendienstverlening. Dat is een traject wat we nieuw zijn opgestart bij de Vrije Universiteit. En dat komt niet uit de lucht vallen. Dat komt ergens vandaan en dat gaat ergens naartoe. Waar het vandaan komt, de eerste stappen zeg maar, die we afgelopen jaren gezet hebben en die hier een aanleiding voor zijn, is een grootse reorganisatie. Even snel de context schetsen. Van 2012 tot 2016 heeft er een reorganisatie gelopen in het hele ondersteunende domein van de Vrije Universiteit. Dus ook bij afdelingen als IT, communicatie, marketing, finance, die zijn allemaal gereorganiseerd. Dat gold ook voor het domein van studentgerichte ondersteuning. Daar zijn we met name in 2015 volop mee bezig geweest met een aanloop in de voorbereiding. En daar zijn we ook in 2016 nog drukdoende mee. De reorganisatie van het domein studentgerichte ondersteuning die besloeg eigenlijk drie items met veranderingen die we daarmee ook op wilden tuigen. Het eerste is een heel belangrijk, is modernisering van de studentendienstverlening. We hadden nog veel op papier, nog veel vanuit verschillende faculteiten met aparte formulieren. Daar wilden we veranderingen in aanbrengen. Hetzelfde geldt voor de onderwijsondersteuning, dus met name ook voor docenten en onderwijsmanagement wilden we ook zorgen dat een aantal zaken gemoderniseerd kon worden. Daarmee ook een bijdrage levend aan de verbetering van de onderwijskwaliteit en de onderwijskwaliteitszorg. Moet ook opgemerkt worden dat dit gepaard is gegaan, het ging om een reorganisatie met een krimp. Uiteindelijk is er ongeveer 20% van de formatie binnen het domein is gereduceerd. Deels door tijdelijke krachten die niet verlengd konden worden, maar ook echt deels voor mensen die met ontslag bedreigd waren. Dat was in eerste instantie ook de aanleiding. Tegelijkertijd is gezegd, het moet niet alleen efficiënter. We willen ook heel graag de kwaliteit behouden die we hebben. Sterker nog, ook die willen we verbeteren. Nou, dat zijn altijd van die mooie doelstellingen die je dan op papier meekrijgt. We hebben geprobeerd om daar een slag in te slaan en om daar ook komende jaren verder aan te werken. Voor 2016 is het belangrijkste wat ons te doen staat in eerste instantie nog een aantal digitale voorzieningen voor studenten, voor docenten opleveren. We zitten daar nu in de afronding van en we hopen dat deze zomer nou ook echt af te kunnen ronden vanuit het project. Een tweede belangrijk punt is dat we in dit jaar ook vooral veel aandacht willen besteden om te zorgen dat we met al die vernieuwingen, met uitbreidingen, met een nieuwe informatievoorziening ook regie krijgen op die hele keten. Dus dat we ook het beheer daarvan goed gaan ondersteunen. We hebben daar gisteren en ook dadelijk is daar nog een presentatie over hoe we dat doen met de inrichting van het procesmanagement. Dus daar wil ik nu verder niet op ingaan. Komt later vandaag aan bod. Het onderdeel van die hele keten en van het werken naar sturing daarop is de inrichting van het traject meten en sturen van de studentendienstverlening. En daar gaat deze sessie vandaag over. Dit even als aanloop. In deze slide even heel kort aantonen zo van hoe heeft de verandering van de afgelopen jaren eruit gezien. In eerste instantie hebben wij een groot en omvangrijk programma gehad. Het programma ondersteunde studeren en doseren. Waarin we de verschillende digitale voorzieningen hebben opgeleverd. Zowel voor de studenten als voor de docenten en het onderwijsmanagement. Als voor de andere medewerkers. Een van de voorzieningen die hierin uit is voortgekomen is een digitaal informatieloket. We laten daar straks nog het een en ander uitzien. Maar het is een belangrijk onderdeel geweest voor de verbetering van de dienstverlening. Daarnaast moet je vooral ook denken aan een digitaal studentdossier, een dashboard voor studenten, kandidatenlijsten voor docenten. Het zijn heel veel verschillende voorzieningen waar we afgelopen jaren aan gewerkt hebben.
De overlegstructuur is vanuit de reorganisatie is dat veranderd binnen de VU. Daarnaast, zoals ik zojuist ook al aangaf, hebben we het procesmanagement opgestart. En zijn er veel rollen en taken veranderd als gevolg van de reorganisatie. Dat zit enerzijds in medewerkers die binnen een afdeling uitbreiding of verandering van taken kregen. Dat zat anderzijds ook in een grote verandering rondom de organisatie van de studentendienstverlening. Waar wij tot 1 januari 2016 dit jaar allemaal facultaire studiesecretariaten en studentenbalies hadden, zijn we nu overgestapt naar per faculteit een onderwijsbureau, maar 1 centrale balie. Ik laat jullie straks zien hoe dat hele dienstverleningsmodel eruit ziet. Maar dat is zowel qua voorzieningen als qua organisatie is dat een omvangrijke verandering. Doel van al deze veranderingen samen is dat we gaan streven naar meer efficiëntie, maar ook vooral meer effectiviteit en meer kwaliteit. Nou, dat zijn leuke doelstellingen. Als je die wil gaan traceren, zeg maar, van hoe werken we er naartoe, dan kun je natuurlijk ook hele goede afspraken met elkaar maken, hoe het anders kan en hoe het beter kan. Wat wij tot nu toe bij de VU deden, is dat we het ook eigenlijk baseerden op die afspraken. Het moet anders, het moet beter. De situatie waar wij vandaan komen, die kende geen nulmeting. Dus hoe het er nou eigenlijk precies voor stond met onze dienstverlening, bestond vooral uit het is erg druk, het is veel. We kennen piekperiodes, maar gelukkig ook dalperiodes. Bij de ene faculteit gaat het beter dan bij een andere faculteit. Met andere woorden, weinig gebaseerd op feiten en heel erg gebaseerd op bevindingen en op onderbuikgevoel. Op zich neem ik bevindingen en onderbuikgevoel heel serieus. Maar op het moment dat je met elkaar afspreekt, we willen echt gaan sturen naar een verbetering in kwaliteit, dan betekent het ook dat je dat meetbaar wil gaan maken. En op het moment dat je dat meetbaar wil gaan maken, wil je ook echt naar gerichte feiten kijken. Dat is voor ons ook de aanleiding geweest om dit traject van meten en sturen op te gaan starten binnen de organisatie. We mogen naar de volgende inderdaad. Dit is even een blik op hoe de studentendienstverlening er nu uit is komen te zien. Wat je ziet is dat in eerste instantie ook de student centraal staat. We hebben met deze hele verandering hebben we studenten en docenten als centraal uitgangspunt genomen. In eerste instantie is het belangrijk dat we met de digitalisering ernaar streven dat een student alle relatief eenvoudige vragen zelf kan beantwoorden. Met andere woorden, de informatie die wij online aanbieden moet duidelijk zijn en moet goed vindbaar zijn. De studenten van afgelopen jaren, zeg maar, die zullen best wel kunnen beamen dat er heel veel op VUnet, ons portaal, stond. Maar dat heel veel informatie ook en niet gestructureerd en ook gewoon ronduit moeilijk vindbaar was. Daar hebben we geprobeerd om veranderingen en met name verbeteringen aan te brengen. We hebben een digitaal informatieloket ingericht. We laten daar straks ook even een stukje van zien, zodat je een idee hebt van wat betekent dat nu voor de studenten en hoe ziet die structuur er nu uit. Dat betekent ook dat we op basis van die informatie en die self-services de studenten veel meer aan zet kunnen zetten. De zelfredzaamheid van studenten die kan daarmee ook echt een stuk groter worden. Dat betekent niet dat wij deze voorzieningen hebben opgeleverd met het gevoel van nou jongens, we zijn er. We hebben ons best gedaan, het staat nu allemaal spiek en span. We realiseren ons terdege dat we sowieso nog verder werken aan de verbeteringen. Maar ook naar de toekomst toe hebben we gezegd, laten we nu zorgen dat we continu zorgen dat we aan vernieuwingen kunnen werken. Dat zit in de voorzieningen zelf, maar dat zit ook in de informatievoorziening. Op het moment dat wij van een student vragen, zorg dat jij je antwoord eerst op VUnet vindt, dan betekent het voor ons ook de verplichting dat wij ervoor moeten zorgen dat die informatie op VUnet ook te vinden is. Niet alle antwoorden zijn te vinden op VUnet en ook wij zijn mensen, ook studenten zijn mensen. Er is soms ook gewoon even behoefte om een vraag aan een persoon te stellen. Ook dat is ingericht. Daar hebben we nu dus de centrale balie voor. In plaats van de facultaire balies kunnen studenten nu bij 1 centrale balie terecht. Die balie was er voorheen al om vragen over inschrijving en afstuderen te kunnen beantwoorden. De scope daarvan is uitgebreid dat ze in principe over alle onderwerpen nu vragen kunnen beantwoorden. Ook dat is een traject waarin we groei door gaan maken. We zijn gestart met een basis. Daar zit een kennissysteem onder dat door de baliemedewerkers geraadpleegd kan worden. Maar ook daarvan zien we dat er toch nog veel teruggevallen moet worden op faculteiten om daar de specifieke vragen te kunnen beantwoorden.
Om te zorgen dat we daar naar andere verhoudingen gaan toewerken, helpt het ons ook om te meten en te gaan sturen. Hoe liggen die verhoudingen nu? Waar willen we dat ze over een jaar staan en waar willen ze dat ze in de toekomst staan? Advies op maat is ook nog altijd een van de diensten die onderdeel uitmaken van de dienstverlening aan studenten. Je moet dan echt denken aan de studentenadviseurs, de studentpsychologen, de studiedecanen. Die services die blijven we ook gewoon aanbieden. Eigenlijk is het hele credo van de verandering die wij hieronder hadden liggen, was digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. En dat zie je ook in de uitwerking in de praktijk terug. Als je dan kijkt, hij mag naar de volgende. Als je dan kijkt naar de kanalen die we daarvoor inzetten, dan is daar dus ook echt het een en ander in veranderd afgelopen jaar. In eerste instantie proberen we de studenten zoveel mogelijk te attenderen op het kanaal VUnet. Nou, deels door daar in de communicatie aandacht aan te besteden, maar vooral natuurlijk ook om te zorgen dat VUnet aan zich gewoon een interessante voorziening wordt voor de studenten. En ze kunnen daar terecht voor de informatie en ze kunnen daar terecht om allerhande zaken rondom de studie te regelen. De persoonlijke balie die is op verschillende manieren te bereiken. Enerzijds fysiek, dus aan de balie zelf. Telefoon, zijn ze, via telefoon zijn ze ook nog steeds bereikbaar. Maar daarnaast zijn ze vooral digitaal bereikbaar. Via VUnet kunnen studenten vragen, verzoeken of eventueel ook klachten indienen bij de balie. Met behulp van contactformulieren of met behulp van heel specifieke formulieren. Datzelfde digitale kanaal gebruiken we ook om de back-offices, zowel op de centrale dienst als bij de faculteiten, te bereiken. En bij back-offices moet je bijvoorbeeld denken aan een ambtelijk secretaris van de examencommissie. Het indienen van een vrijstelling, dat verloopt nu ook digitaal bij ons. Dat verliep bij een aantal faculteiten al digitaal, bij een aantal faculteiten ook weer niet. Verschillende formulieren, daar is nu één kanaal voor. Nou, bij uitzondering is dit ook een van de weinige processen waar we met één formulier nu terecht kunnen. Bij veel andere processen zien we toch nog dat er per faculteit verschillende formulieren toegepast moeten worden. Ook daar komt nog verandering in. Maar als je kijkt naar die lijn, zie je ook dat die lijn veel directer loopt. Daar zit de balie dus niet tussen. De dienstverlening is zo ingericht dat daar waar de schakels niet nodig zijn, ze ook niet zo ingericht zijn. Op basis van deze stroom zie je dus ook dat we veel meer kunnen meten. Want elk verzoek wat digitaal binnenkomt, elke vraag die gesteld wordt, kunnen we meten. Deze hele flow van vragen en verzoeken wordt ondersteund door Topdesk. Misschien voor jullie wel bekend. Het is een systeem wat binnen de VU al veel langer gebruikt werd voor verzoeken aan IT of facilitaire zaken, HR ook. Wij gebruiken dit nu ook binnen het domein SO. En we zijn ook, nou, volgens mij vanaf dag 1 de grootste afnemer geworden. Ik zag zo snel even in de resultaten dat we volgens mij nu vanaf november 50.000 vragen via Topdesk hebben binnengekregen en grotendeels ook hebben verwerkt. Dat zijn dus voor ons ook de eerste concrete inzichten die we nu krijgen in de vragen en verzoeken die binnenkomen. We zijn daar nog niet volledig in, met name de vragen die ter plekke aan de balie afgehandeld worden, die worden nog niet geregistreerd. Nou, ook dat zijn slagen die we nog willen maken om te zorgen dat we ook in de metingen zelf nog vollediger kunnen worden. We mogen naar de volgende slide. Ik zei het net al, van het komt niet zomaar uit de lucht vallen. De reorganisatie is hier een heel belangrijke van. Maar wat nog veel belangrijker is, is dat we ook in de toekomst verder willen werken aan de toename van efficiëntie, aan een verbetering in de verhouding van wat kan door de centrale balie afgehandeld worden en wat door de faculteiten. En met name ook die tevredenheid die we hoog in het vaandel hebben staan. Wat hebben we daarvoor gedaan of wat zijn we aan het doen? Het staat allemaal nog erg in de stijgers. We zijn een cyclus aan het optuigen waarin we het een en ander kunnen meten, kunnen analyseren. En op basis daarvan dus ook heel gericht verbeteren. En met gericht bedoel ik niet alleen dat je ziet dat er wel heel veel vragen over een bepaald proces binnenkomen. Maar dat je bijvoorbeeld ook ziet dat er heel veel vragen over een subonderwerp komen. Of dat er vooral bij één faculteit heel veel vragen over een onderwerp binnenkomen. Daarmee krijgen we veel meer inzicht in hoe het ervoor staat en kunnen we dus ook veel gerichter kijken waar we naar verbeteringen kunnen werken. We doen dit in eerste instantie met het hele in gang zetten van het traject meten en sturen. Daar zijn verschillende mensen in de organisatie bij betrokken. In eerste instantie pakken wij dit op met de hoofden van de onderwijsbureaus en van de centrale dienst. Doel is om dit straks verder in de organisatie uit te zetten. Even een klein uitstapje naar het procesmanagement, waarbij we op de verschillende processen expertgroepen hebben ingericht. Op het moment dat zij ook toegang tot die data krijgen, kunnen zij vanuit hun expertise gericht op het proces ook kijken hoe het ervoor staat. Dit alles begint met het inrichten van een PDCA-cyclus.
Ik kan jullie vertellen dat, kijk, op zich is een PDCA-cyclus, verwacht ik ook voor de meeste van jullie, een bekend begrip. Dat gold voor ons ook. Het inrichten en het toepassen voor ons binnen dit domein studentgerichte ondersteuning is hartstikke nieuw. En dat heeft ook best wel effecten. Ik kan me nog herinneren dat op de eerste dag dat Pieter de lijstjes met resultaten uit Topdesk halen, van hoeveel vragen zijn er nu binnengekomen, afgehandeld, doorlooptijden, per faculteit. Nou, dat deed echt wel wat met de hoofden. Dat zette wat in beweging. Oh, ik zie dat ik er wel heel veel heb staan. Oh, ik zie dat jij het beter doet. Je ziet dat mensen daardoor in beweging komen en zelf ook veel meer gericht zijn op waar kan het anders, waar kan het beter. Als je kijkt naar de PDCA-cyclus, dan zit daar natuurlijk altijd een logische volgorde in. Je start met het opstellen van KPI's en normen. En van daaruit bouw je dat verder met je metingen, je analyses en je gerichte verbetering. Om dat keer op keer weer te kunnen herhalen. We hebben in eerste instantie even een stap terug moeten doen. Wat ik zojuist ook al aangaf, wij hebben geen nulmetingen. We wisten eigenlijk niet qua cijfers, qua feiten, waar we vandaan kwamen. Dus wat we hebben afgesproken met elkaar is dat we deze periode, eigenlijk dit hele jaar, vooral gebruiken om die metingen in kaart te brengen en om van daaruit te kunnen kijken hoe gaan we verder. We meten op 3 onderdelen, met name op het onderdeel van Topdesk, met name dus de digitale verzoeken die gesteld worden door de studenten. Daar zijn we het verst in, daar hebben we nu ook eigenlijk een redelijke nulmeting staan en dat is ook het onderdeel waar we jullie vandaag in mee willen nemen. We gaan dat straks doen aan de hand van een aantal casussen. Dus we gaan jullie ook hardop vragen om gewoon mee te denken van als we nu dit of dat probleem traceren binnen de universiteit, hoe ga je daarmee om? Welke informatie heb je nodig om je uiteindelijk voor te kunnen bereiden op de verschillende maatregelen die je wilt gaan treffen? We nemen jullie dus ook mee in de gegevens. We hebben daarvoor verschillende applicaties staan, die gaan we jullie zo laten zien, zodat jullie ook een idee krijgen van wat meten jullie nu op de VU en hoe ga je daar nu uiteindelijk op sturen? Volgens mij mag hij naar de volgende slide. Deze metingen in Topdesk die staan niet helemaal op zichzelf. We gaan op 3 onderdelen meten. Pieter, mag ik jou vragen om die toe te gaan lichten? En om dan ook verder in te gaan zoomen op de metingen in Topdesk. Nou ja, zoals José al vertelde, dit zijn de 3 niveaus waar we op meten. We zijn eigenlijk begonnen met het eerste niveau en dat is Topdesk. Topdesk. Topdesk, deze? Je kan ook een hand. Oh ja, ja. Nou, ik blijf wel staan. Topdesk is dus het systeem waar de vragen van studenten binnenkomen, 50.000 tot zover. Daar zie je aan de rechterkant, het rechter grafiekje, een soort overzicht. Theo gaat straks even laten zien wat we daar nou live van hebben. Google Analytics op VUnet. VUnet is ons intranet waar studenten spullen, zaken moeten vinden. Daar kunnen wij het pad van studenten volgen. Dus we zijn nu aan het zoeken van, welke pagina's, hoe willen we dat studenten door VUnet gaan, waar moeten ze opkomen, waar moeten ze op klikken, hoe lang doen ze erover, haken ze af, haken ze niet af. Dat zijn we aan het inrichten. En het laatste, tenminste de meest linkse voor jullie, zijn die smileys. Je ziet hier nog een smiley met een hartje, dat is de enquête, de tevredenheid van studenten. Dus op VUnet pagina's, op onze intranetpagina's, hier zie je er rechtsboven eentje staan. Dit gaat over inteken, onderwijs en tentamens. Nou, je ziet, ik ben een beetje master of ik mag allemaal. VUnet is zo ingericht dat de student alleen ziet de informatie die voor hem van belang is. Dus we hebben per faculteit of per opleiding soms informatie voor studenten. Ik zie alles, dus je ziet een heleboel afwijkende intekenprocedures staan daar bijvoorbeeld. En hier staat ook altijd, heb je gevonden wat je zocht? En als de student daarop klikt, dan meten we dat en dan vragen we nog wat dingen van, wat vond je ervan, hoe vond je dat we je hielpen, enzovoort. Dus daar kon je het op zien. Dan gaan we weer terug naar de PowerPoint, hè? Oh. Ja. Wat we dus daarnaast doen, de volgende sheet graag. Dit zijn een beetje de zaken die we meten in Topdesk. Topdesk zijn we dus eigenlijk al een jaar nu mee bezig. We zijn begonnen vorig jaar april met een pilot, met pilotfaculteiten. Sinds november zit iedereen in Topdesk. En dan bedoel ik iedereen, dat zijn alle onderwijsbureaus, maar ook alle studieadviseurs, alle examencommissies, BSA-commissies, toelatingscommissie, dus alles loopt eigenlijk bij ons via Topdesk. Dit meten we. We meten hoeveel dingen er binnenkomen, hoeveel zaken er afgerond zijn, wat er nog openstaan, totaal doorlooptijden. En dat kunnen we dan vervolgens bekijken naar categorie. We hebben categorieën verzonnen, dat zijn eigenlijk die processen die je hebt. Dus je hebt een proces afstuderen, diplomeren. Je hebt een proces, alles rondom examencommissies, dus verzoeken examencommissies. We hebben een proces intekenen, een proces rondom resultaten.
En dan kunnen we ook kijken op proces, nou ja, van wat zien we, hoe komen ze binnen, wat zijn de behandelgroepen en wat zijn de organisatie-eenheden. En misschien is het dan leuk, de volgende dia is een statisch overzicht. Hier krijg je een beetje een idee, ja, dat ziet er heel stoer uit allemaal. Is het ook hoor, heel stoer, dat heeft Theo binnen in het tableau gemaakt. Maar hier zie je een beetje van wat er gebeurt. En Theo, misschien kunnen we gewoon even nu naar de echte tableau gaan. Hier zie je de start. Ik moet ook even goed kijken. Oké. Pak ik toch even deze. Misschien kun jij het even uitleggen wat je ziet op deze. Nou, het begint eigenlijk met een overzicht van de status van de tickets per maand. We hebben nu iets van, kijken maanden. Dus we zien, zijn tot van november tot en met juni is nu gemeten. En het is natuurlijk leuk om te zien hoeveel tickets er zijn, maar het is ook belangrijk om te kijken, zitten er nou patronen in? Dan zie je bijvoorbeeld dat, we hebben gekeken hoeveel tickets zijn er gemiddeld per faculteit en dan ook per student. En dan zie je dat de faculteit theologie, daar stellen de meeste studenten de vragen. Dus er zijn naar verhouding weinig vragen, maar elke student stelt gemiddeld 1,7 vragen. Dus daar lijkt misschien iets aan de hand te zijn. Wat we daarna hebben gekeken is het verloop van die tickets over de periode. En dan zie je dat bij deze faculteit, dat is de beta-faculteit, had met name in januari een piek. Dat geldt eigenlijk voor iedereen. Maar vervolgens is de Bali is actiever geworden, die is meer gaan doen. En die zie je dat zij hebben in mei de meeste tickets te verwerken. Hieronder zie je dan het aantal tickets weer per faculteit. En dan gewogen. Ook hier zie je weer dat theologie er eigenlijk uitspringt. Wat we daarna hebben gedaan is gekeken niet alleen het aantal tickets, maar ook hoeveel studenten van het totale aantal studenten is nou eigenlijk actief en hoeveel vragen die dan. Dus daar krijg je een gewogen gemiddelde per unieke student. En dan zie je dat bij de rechterfaculteit er gemiddeld net zoveel tickets zijn eigenlijk als bij godgeleerdheid. Dus ook de rechterstudenten, diegenen die het vragen, die zijn er, dat zijn er best wel veel. Het volgende tabblad kun je dan de VU vergelijken onderling. Hier zie je de status, ik ga even hierboven in beginnen. Vanaf periode november tot en met mei. En dan zie je echt wanneer worden nou tickets ingediend. Dat is zeg maar de golven. Nou, heel duidelijk is te zien dat studenten door de week dat inleveren. En in het weekend houden ze ook pauze, ook met dit soort vragen. En je kan ook zien dat op maandag is het de drukste met het indienen. En dan is het in de avond is het weer rustig. En hier hebben ze ook weer pauze. Dus rond een uur of 12 dan zie je de tickets opleveren. En dat geldt ook eigenlijk meestal zo'n beetje rond 9 uur in de avond. Dan gaan ze ook nog een paar vragen stellen. Er zit duidelijk patronen in het indienen van de vragen. Groen betekent dat het ticket inmiddels is afgehandeld. En rood is dan nog niet. Dus je ziet ook dat bij sommige hele oude tickets zijn nog steeds in behandeling of nog openstaand. Dat zegt ook wel iets over de werkdruk. Je ziet bijvoorbeeld hier dat de laatste periode zijn er veel tickets nog niet in behandeling genomen. We zien ook dat even de diploma, sorry, de periodes erin geladen. Die stippellijnen geven dat aan. Dus hier zie je onderin periode 2, dus blok 2, blok 3, blok 4, etc. En DL betekent deadline. En dan zie je duidelijk dat die deadlines ook zorgen voor pieken natuurlijk. Dat studenten dan vlak daarvoor heel actief zijn in het indienen van vragen. En dit is de wijze waarop de faculteiten zelf hun tickets afhandelen. Dus daarin zie je hier vakantie, dus de kerstvakantie. En vervolgens is iedereen in januari als een dolle aan het afhandelen geslagen. En nu is het weer wat meer aan het uitmiddelen. Volgende pagina. Die laat dan zien wat zijn nou, waar komen de meeste vragen vandaan. Je ziet dat het proces intekenen onderwijs, daar komen verreweg de meeste vragen van. En wat we ook kunnen zien is hier onderin. Wat dan de doorlooptijden zijn. En die zijn wel echt heel handig. Even kijken. Kijk, dit is een hele interessante. Hier inteken onderwijs. Het zijn de meeste vragen eigenlijk. 90% van alle vragen komt daarin terecht. De doorlooptijd is 6 dagen.
We streven naar 5 dagen. Dus hier zie je eigenlijk dat als je dit proces wil aanpakken, dan kun je de totale doorlooptijd van studenten enorm verminderen. Dus dit dashboard helpt in die zin mee om te zien waar kun je nou het snelst winst behalen. Maar je ziet ook dat een aantal processen heel erg traag is. Dus bijvoorbeeld het aanvragen van beurzen duurt gemiddeld 60 dagen. Nou, dat kan dus ook zijn dat dat een beursaanvraag sowieso lang duurt, maar het kan ook zijn dat dit proces een probleem is. Dus hiermee kunnen we als VU op processen inzoomen. Wat ik ook heb gemerkt is dat we hiermee wat meer zijn nagedenken over, is het 5 dagen een streefafhandeltijd, maar is dat nou, moet het voor elke categorie eigenlijk hetzelfde zijn of niet? Pieter, als jij iets aan wil vullen, dan doe je dat, hè? Nou, wat ik wel leuk vond, op die eerste sheet, je ziet gelijk die piek in januari. In januari is de VU overgegaan op een nieuwe intekenregeling, waarbij studenten niet meer mogen na-intekenen. Nou, dat hebben we geweten. Ik zie wat VU mensen in de zaal zitten. Dat hebben we geweten, want er waren echt enorm veel vragen. Het was ongelooflijk. Dus dat ligt ook niet inderdaad aan of mensen goed of slecht hun werk doen. Daar gaat het helemaal niet over. Je ziet gewoon dat bepaalde beslissingen enorme impact hebben op het aantal vragen en hoe dat vervolgens afgehandeld wordt. Ik vind dat altijd wel een leuk om te laten zien. Ja, deze piek hier. Dat was echt enorm. Verder kan je hier dus filteren op alles wat je wil. Je kan per categorie kijken, je kan faculteiten onderling vergelijken. Dat vinden mensen natuurlijk ook niet. Nou ja, dat is best spannend. Maar over het algemeen, Beta VU werd net genoemd als slecht. Maar als je het over het geheel kijkt, over het aantal studenten wat ze hebben, doen ze het prima. Ze hebben een goede doorlooptijd. Dus wat dat betreft, zie je daar aan dit soort cijfers, krijg je echt een leuk beeld. Maar ik denk dat het goed is om naar de volgende sheet te gaan, want dan gaan we de casussen bespreken. Dat zijn gewoon real-life casussen. Ja. Gaat José. Dan ga ik even over op deze microfoon. Dat maakt het voor mij ook even wat gemakkelijker. We hebben zojuist het een en ander laten zien in Tableau. Onze ervaring leert dat je hier echt wel stevig in moet verdiepen voordat je een beetje snapt van wat zie je nou op al die schermen. Toch wil ik jullie zowel uitnodigen als uitdagen om met ons mee te denken in een aantal casussen. We hebben er 2 voor jullie opgesteld die niet helemaal uit de lucht gegrepen zijn. Sterker nog, dit zijn zaken die actueel zijn en waarbij wij dus nu ook als organisatie mee aan de slag gaan van hoe kunnen we het gesprek hierover goed met elkaar voeren en welke informatie hebben we dan nodig vanuit Tableau. De eerste vraag komt vanuit 1 faculteiten. Onlangs heeft de facultaire studentenraad zich bij het hoofdonderwijsbureau gemeld met de opmerking: waarom duurt het nou toch altijd zo lang voordat ik een antwoord krijg op mijn vraag? Op basis van de metingen in Tableau kunnen we in eerste instantie een aantal feiten op een rij gaan zetten. Dat betekent dus ook dat je het gesprek met de FSR anders voor kunt bereiden. Je kunt nu op basis van de feiten kijken van: is dat inderdaad zo? Waar zit hem dat in? Zit dat in specifieke processen of is dat overal het beeld? Mag ik jullie vragen, als je voor die situatie staat, dat je die vraag krijgt vanuit de universitaire studentenraad, aan welke gegevens je dan behoefte hebt om te zorgen dat je dit gesprek goed kunt voorbereiden? Wie mag ik vragen om hier eens hardop in mee te denken? Roep vooral hoor. Ik bedoel, dit is gewoon nieuwe materie voor ons en waarschijnlijk ook voor jullie. Maar denk vooral hardop met ons mee om te kijken van welke informatie heb je nu nodig om te zorgen dat je, dat je gewoon een goed verhaal hebt naar de USR. Mark. Ik weet niet of de vraag gehoord is, maar Mark die geeft de vraag aan van: wat voor vragen leiden nou tot langer dan die 5 dagen? Met andere woorden, eigenlijk zeg je daarmee, Mark, in welk onderwerp, in welke categorie zit dat nou eigenlijk precies? Dus in hoeveel gevallen gebeurt het nou ook dat daadwerkelijk die 5 dagen overschreden wordt? Theo, kun jij iets met deze vragen? Ja, denk het wel. Hier kan je letterlijk zien hoeveel doorlooptijd duurt het gemiddeld per categorie. Je ziet ook de omvang. Dus inderdaad, bij vragen over de onderwijs- en examenregeling en intekenen, samen is dat 36% van zo'n beetje van de
afgemelde vragen. Daar was de doorlooptijd 6 en 12, dus dat is heel lang. En met name in, wat je ziet, naar beurzen, ook hier weer intekening onderwijs. Er zit ook heel veel materiaal in wat nogal langer duurt. Wat hier aan ontbreekt, dat zou interessant zijn, is een spreiding van doorlooptijden. Dat zit hier niet in, dat is een gemiddelde. En dan kun je ook zien hoeveel is er dan eigenlijk, duurt er echt heel lang. Nou, hier zie je dat vertrouwelijke vragen heel erg lang duren. Het zijn ook niet zo heel veel. Maar... Dus hiermee kun je wel, ik zou in eerste instantie zeggen, je kijkt naar die processen waar de meeste vragen binnenkomen. Dat is aanmelden, toelaten en inschrijven. Intekenen op onderwijs en onderwijsexamenreglement. En daar dan proberen te kijken hoeveel spreiding is er eigenlijk en kunnen we dat inkorten. Theo, als je naar dat eerste tabblad gaat, daar staat ook een soort, helemaal onderaan een soort doorlooptijd van de, kan je nog naar beneden scrollen? Wil je deze? Ja. Dat, dat zijn de gemiddelde tijden, de gemiddelde doorlooptijden per maand per faculteit. Daar kan je ook heel goed zien dat het eigenlijk over het algemeen wel meevalt, maar dat, dat je rond januari, en je kan hier dan weer filteren op welke categorieën hebben we allemaal, welke faculteiten hebben we allemaal. En daar kan je heel goed laten zien in ieder geval van inderdaad, we gaan soms over die 5 dagen heen. Maar dat is met name, als je dat bijvoorbeeld, dat is met name rond het gebied intekenen onderwijs, rond januari. Daarna zitten wij eigenlijk best redelijk binnen die 5 dagen. Ja. Dus dan heb je, dan kan je in ieder geval aan de UZR vertellen van joh, het gebeurt af en toe. Maar dat was met name rond de pieken in januari, februari. Bij theologie lijkt er ook wel iets in het begin een opstartprobleem geweest te zijn, zouden we zien. Ja. Ja, en, klopt. Dat is wat een student doet als hij een vraag in topdesk stelt of een verzoek doet via topdesk, krijgt hij een reply met van joh, we hebben je bericht ontvangen en we helpen je binnen 5 dagen krijgen van ons antwoord. En we hebben 3 categorieën binnen de VU. De centrale balie doet het binnen een dag, dus die hebben echt een hele hoge responstijd. Er zitten ook echt mensen natuurlijk om die vragen te beantwoorden, dus die doen het binnen een dag. De back-office is dus eigenlijk vragen over intekenen, vragen over alle andere dingen die naar de faculteiten moeten. Die hebben 5 dagen. En de examencommissies, BSA-commissies, nou ja, de echte officiële organen hebben 30 dagen. Dus die krijgen ze in een reply. Ja. Ik zou het zelf een heel terechte vraag vinden. Kun je de vraag herhalen, want het is niet te verstaan. Sorry. De vraag is of je aan een USR mag vragen of je de vraag kunt specificeren. Dat helpt natuurlijk ook enorm sowieso in de voorbereiding. Maar ook van, ja, weet je, het is natuurlijk ook zo'n onderbuikgevoel wat dan het gespreksonderwerp wordt. Terwijl je dat met feiten wil beantwoorden. Dus het helpt zeker om die vraag aan te scherpen. Zit het in een specifiek aantal vragen? Nou, die categorieën die jij net schetste, Pieter, ligt het bijvoorbeeld vooral bij de examencommissies, dat ze daar te lang moeten wachten? Of zit het in het andere type vraag? Zit het rondom een specifiek onderwerp of zit het in periodes in een jaar? Wat ik zelf ook een heel interessante vind, ondanks dat je qua verwachtingen kunt managen, 1 dag, 5 dagen, 30 dagen, wil natuurlijk niet zeggen dat het altijd overeenkomt met de tevredenheid van een student. Op het moment dat je 2 dagen voor de deadline van de intekenperiode een urgente vraag stelt en je krijgt het antwoord dat het antwoord 5 dagen op zich kan laten wachten, dan stijgt de ontevredenheid per direct. Dat kunnen we voorzien. Dus ook dat zijn zaken waarbij het kan helpen om de vraag verder te verduidelijken en van daaruit ook weer te kijken naar verbetering. Overigens zijn dit soort zaken ook wel wat wij zelf ook signaleren. Hoor. 5 dagen is gewoon een standaard gemiddelde waarvan wij gezegd hebben, nu we dit gaan opstarten, starten we hiermee. Maar wij zien natuurlijk ook dat je op specifieke onderwerpen eigenlijk gewoon naar lager wilt. Want wat ik zeg, 5 dagen voor het intekenen is voor een student te lang. Hij wil gewoon zijn keuze kunnen maken, hij wil intekenen en hij wil door. Maar goed, ook dat vraagt weer om verbetering. Maar op basis hiervan kun je ook gericht kijken, zit het dan bij een specifieke faculteit waar snellere doorlooptijden al gerealiseerd zijn en bij anderen juist niet. Wat ik zelf persoonlijk het leuke vind is van dit dashboard, is dat we niet alleen zien waar gewoon nog aandachtspunten liggen, maar je ziet ook waar het gewoon heel goed loopt. Dus dat maakt het ook mogelijk voor faculteiten om te kijken, wacht eens even, ik zie dat het bij een andere faculteit, dat die dat gewoon scherp in de smiezen heeft. Laat ik met hun eens even kijken hoe zij dat hebben ingericht. Dus het maakt veel meer uitwisseling mogelijk. We hebben nog 5 minuten, hoor ik hiervoor. Dan wil ik toch even jullie ook meenemen naar de tweede casus. Twee vragen, 1 opmerking.
Eerste vraag is, als jullie zeggen, we hebben je stuurt een student een reply, binnen 5 dagen krijg je een bericht. Zie je hem ook op die 4e dag een reply, we halen het niet? Dat is vraag 1. Tweede vraag is, kun je ook kijken of je, want je kunt wel gemiddelde hebben, maar dan nog kan in een gemiddelde waar je 3 dagen haalt, een student 10 dagen op zijn antwoord moeten wachten. Doe je daar iets mee? En de andere opmerking is nog, als er echt iets acuut is, dan zou ik het advies geven aan die student, stuur niet een ticket in, maar ga vooral naar de balie. Doen jullie dat ook? Ja. Nou ja, dat klopt. Om even op de eerste vraag terug te komen van, als je het niet redt, neem contact op met uw student en informeer hem over of dat het langer duurt. Dat gebeurt uiteraard, dat zeker. Dan wordt hij wel meegenomen in die, zeg maar, dan telt hij hem wel mee met naar die hogere tijd. Nee, dat is absoluut zo. Het is met topdesk, ik weet niet of je topdesk kent, maar het is ook zo, als die aan die worden ze rood, hè? Je krijgt van die rode dingen, nou ja, dan moet je natuurlijk iets, dan moet je iets mee. Je tweede vraag was, was ook alweer, wat was je tweede vraag? Niet over de individuele dingen. Nee, over die individuele dingen. Nee, dat klopt, nee. Dat is zo. Er zijn natuurlijk gevallen, maar je gaat er wel vanuit dat die gemiddelde waarde, die individuele gevallen inderdaad op de hoogte zijn van jongens, het lukt niet, het is een ingewikkelde vraag. We hebben hier meer tijd voor nodig. Dus dat, ik denk eerlijk gezegd, ik kijk even, volgens mij, het gebeurt. Het gebeurt met name in drukke tijden. En dat was een drukke tijd rond de jaarwisseling. Als je nu ziet, dalen we alweer naar die 4, gaan we richting de 4 en zelfs 3-4 dagen doorlooptijden. Dus dan heb je eigenlijk genoeg tijd om die vragen binnen die 5 dagen te beantwoorden. Je laatste vraag was, als het druk is, ga even langs. Nou, dat hebben de studenten, die verzinnen dat zelf ook. Op 4 januari begon het tweede semester. Dat was de eerste dag, was op maandag. Eindigde de inschrijfperiode voor het tweede semester. Startte het onderwijs van blok periode 3 volgens mij. En toen waren de wachttijden aan de balie, aan de centrale balie. Nou, die waren enorm. Die waren zelfs meer dan tegen de 2 uur liepen die. Nou, die studenten stonden niet allemaal te wachten hoor. Maar die dachten ook van shit, ik moet me nog intekenen. Ik kan me niet meer na intekenen. Oh, dat zagen ze opeens ook natuurlijk op 3 januari van, hey, hoe zit dat nou? En hoe gaan we dit oplossen? Dus de studenten verzonnen dat ook. Maar met als gevolg dat je dit kreeg. Ondertussen hebben we dat nu beter gemonitord. En gaat de intekenperiode voor het nieuwe studiejaar 15 juli open. En verwacht ik dat allemaal wat rustiger zal zijn. En ook dat het na de zomer een stuk rustiger zal lopen. Maar studenten verzonnen dat ook van, hey, ik ga nu geen ticket inschieten. Dat schiet niet op. Ik moet naar die balie. Met als gevolg. En dat hoop je ook een beetje, dat ze bedenken van, hey, ik had me toch de volgende keer, moet ik toch wat beter nadenken over dat intekenen, want ik stond er wel 2 uur te wachten. En dan worden ze wel geholpen en dan is het allemaal geregeld. Dus dat is ook een beetje het effect wat je krijgt dan. Van de 5 minuten die we net nog hadden, zijn er denk ik nu nog 2 over. Dus ik ga niet nog een nieuwe casus opstarten. Maar wat nog wel even leuk is om hier aan toe te voegen, want Pieter die zei het zojuist ook al, van op basis van die metingen, je ziet dan gewoon het een en ander terug in je resultaten. Je ziet het een en ander terug in de rijen die er voor de balie staan. Hebben wij dus ook de volgende stap kunnen zetten, dat we veel gerichter naar verbeteringen kunnen gaan werken. Jullie hebben vanuit de expertgroep intekenen vervolgens een aantal maatregelen voorgesteld in communicatie, in aanpassingen in de inrichting van de voorziening om in te tekenen, om te zorgen dat het voor de student zo duidelijk is waar die aan toe is, zodat we daarmee ook de vragen kunnen reduceren. Daarmee zijn we er nog niet, want kijk, dat we met z'n allen naar beter werken, dat is heel duidelijk. Maar wat nou beter precies is, dat is de stap die we nu willen gaan zetten. We willen met name met de hoofden van de onderwijsbureaus en van de centrale dienst, willen we die vragen gaan beantwoorden. Welke KPI's spreken we met elkaar af, welke normen spreken we met elkaar af, zodat we van elkaar ook weten, vinden we 10% minder nou beter aan vragen of koersen we op 50%. Zijn we heel tevreden als alles met 1 dag doorlooptijd verminderd kan worden, of willen we daar verder aan werken? Nou, door die afspraken ook met elkaar te maken en goed te kunnen monitoren, proberen we de studentendienstverlening vanuit centraal en vanuit de faculteiten te gaan verbeteren de komende jaren. Dat was het verhaal tot nu toe. Zijn er nog, het zijn naar aanleiding van de applicatie, het zijn naar aanleiding van het verhaal, vragen van jullie kant? Gebruiken jullie helemaal geen centraal mailadres meer waar vragen op binnen kunnen komen? Moet echt iedereen via topdesk binnenkomen? Ik kijk even naar Pieter, maar een centraal mailadres is volgens mij niet meer in omloop.
Ja, er zijn mailadressen, want je correspondeert vanuit Topdesk via de mail. Dus we hebben een centrale studentenbalie uit vu.nl. En als studenten dat mailadres hebben, kunnen ze dan ook sturen. Maar hij komt aan de achterkant wel in Topdesk terecht, zeg maar. Dus alles komt in Topdesk terecht. Maar wat we willen, en dat is jammer dat we de volgende casus niet hebben. Want wat we willen is dat studenten naar VU-net gaan en eerst lezen voordat ze die vragen stellen. Want op die pagina staat het antwoord bijna altijd. Dus het gebruik nog wel, maar de volgende stap die we ook moeten gaan doen is zorgen dat we studenten op een, en dat vinden mensen heel erg lastig, van jongens, kijk op VU-net, want daar staat het. In plaats van stuur maar een mailtje. Want de VU is heel erg gewend zo te werken van stuur maar een mailtje, wij beantwoorden het. En wij moeten nu gaan leren de studenten zeggen, ga maar naar VU-net, want daar staat het. En dat is ingewikkeld voor mensen. Heb ik nog een kleine vraag. Bij de balie zelf, worden daar de vragen niet in Topdesk ingetikt? Soms. Als het vragen zijn die ze niet zelf kunnen beantwoorden, worden ze in Topdesk gezet en doorgezet naar de faculteiten, zeg maar. Dus als het echt een specifieke vraag is voor een studieadviseur, of het gaat over een specifiek studieprogramma van een student. Ik zag toevallig, we hebben dus ook op kanaal, komen ze binnen via een formulier, via VU-net of via mail of via telefoon, dat er zo'n 700 telefonische meldingen van de centrale balie ingevoerd zijn en doorgezet zijn naar de faculteit. Dus dan zeggen ze tegen de student, nou oké, ik zet me nu door en je krijgt de student ook een bevestiging dat hij doorgezet is. Dus dat gebeurt wel. En ook dat gebeurt ook als iemand aan de balie is. Dus dan is het persoonlijk en dan gaan ze, want als ze die vraag niet kunnen beantwoorden, helpen ze de student wel door die vraag door te zetten. Maar dat is dus nog op dit moment, wat we dus niet registreren, wat José al net zei, is als we de vraag wel kunnen beantwoorden door de telefoon of door de balie of aan de balie. Dus ja, want het is voor je rendement van je cijfers. Voor je cijfers, voor de centrale balie, Sharon zit hier nu niet, maar voor de centrale balie van de VU zou het ontzettend fijn zijn als die cijfers er ook in stonden. Dat is absoluut waar. Er is hiervoor nog één vraag. Ik weet niet of we daar nog tijd voor hebben. Maar dan wordt de vraag en dan wordt het ook de laatste vraag. Nou, dat is, ja, de mevrouw hiervoor vraagt hoe lastig was het om iedereen in Topdesk te krijgen. Heel erg lastig. Heel erg lastig. Het is een systeem, als je Outlook gewend bent, waar iedereen mee werkte, is het toch een ander systeem. Ik moet zeggen dat rondom dus ik vertelde net, al die groepen zitten in Topdesk. De onderwijsbureaus van de faculteit en de centrale balie zien ook het voordeel. De examencommissies, de studieadviseurs, de toelatingscommissies, die zijn nog niet heel enthousiast, zullen we maar zeggen. Moeten. Het is. Bij de VU kan je niet zeggen ze moeten. Want dan gaan de faculteiten. Ik zie Kees daar staan. Dan zijn ze al lang weg. Moeten is niet, maar er wordt wel met hen geprobeerd. Gewoon aan het overleggen van joh, probeer het nou. Examencommissies zitten nu aan het eind van het studiejaar. En wat het voordeel is voor een examencommissie. Is wel dat zij heel makkelijk een overzicht kunnen doen. Van hoeveel verzoeken hebben we gekregen. Hoeveel vrijstellingen. Hoeveel verlenging resultaten enzovoort. Dus we proberen de voordelen zoveel mogelijk te laten zien. Nou, het vergt nog wel wat pamperen hier en daar en wat brandjes blussen af en toe. Hartelijk bedankt. Ik vond het een hele, voor mij een verrassende presentatie, want ik wist niet dat dit op het programma stond, maar ik vond het heel erg boeiend, want volgens mij zijn er heel veel organisaties met dit hiermee bezig. Bij DUO zijn we daar in ieder geval heel erg druk mee bezig en het is best wel lastig om inderdaad ook mensen, je klanten, zeg maar, ook mee te krijgen naar een nieuwe manier van werken. En dat is natuurlijk wel, dat heb je niet 1, 2, 3 geregeld. En dit ziet er in ieder geval heel erg mooi uit. En het is heel erg fijn om dat te kunnen monitoren, om te zorgen dat je ze kunt helpen hun de weg te vinden. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor deze presentatie.